Welkom bij Asten Nu, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten. In deze aflevering besteden we aandacht aan de aanleg van de ontsluitingsweg Loverbos aan de Floralaan in Asten. Het startsein voor de aanleg van de weg werd op maandag 15 oktober gegeven door wethouder Henk van Morsel. En hij vertelt wat er staat te gebeuren. Wethouder Henk van Morsel, we kijken nu op een nieuwe weg zonder naam. Inderdaad, nog zonder naam. Het is de bedoeling dat hier de eerste aanleg wordt gemaakt van de weg naar Loverbos 1. Dus daar gaan we mee beginnen. En dan moet het straks aangesloten worden op Loverbos 1, neem niet kwalijk. En daarna gaat het uitbreidingsplan Loverbos 2 aan de gang. Dit is een ontsluitingsweg. Hè? Daar ga je in en dan moet je aan de andere kant uit of hoe werkt dat? Nee, de kant weer uit? Nee, hij wordt straks aangesloten op de weg Loverbos 1. En dan is het aan deze kant komen de mensen eruit. Zodat je niet meer al het verkeer in het wooncentrum zelf krijgt. Ja, nu zie je die bomen en zo, dat blijft allemaal staan? Nee, een gedeelte gaat hier nog weg. Er komt een herwand gebeuren. Dat gedeelte dat gaan we aankopen. Dat is van Wolkom. Dat gebeurt ook in de komende tijd. En dan komt hier, je moet ongeveer denken bij de paal rechts, is het midden van de weg. Dus we krijgen hier nog een duikertje aan deze kant, de bomen aan die kant gaan weg. En dan hebben we zo een brede weg naar Loverbos 1. Ja, daar is zeg maar de officiële start, wat gaat er gebeuren? Wat moet er eerst gebeuren voordat die weg er ligt? Nou, we hebben hier, zoals je ziet, de bomen al gerooid. En dan straks inderdaad gaan we hier de weg opbreken. En dan langzaam en zeker gaan we die kant op werken. Ja, asfaltweg? Asfaltweg, ja. Waterleidingen zo moeten allemaal gelegd worden of buizen? Nou, het is in eerste instantie de bedoeling alleen even de ontsluiting. Daarna vinden de voorbereidingen plaats voor de aanleg van het bouwrijpmaken van Loverbos 2. Dat gebeurt in februari ongeveer. En dan komt inderdaad het hele rioolstelsel en andere wegen komen al tot uitdrukking. Ja, als ik een beetje de wijk voor me zie, waar komen de eerste huizen vanaf de weg? Nou, vanaf hier gezien komen aan de linkerkant komen de eerste huizen aan die kant. Ja. Achter hebben we de Loverbos 1, daar zie je nog net een aantal huizen van. En aan de linkerkant daarvan, daar beginnen we straks met de bouw van Loverbos 2. Wat ik kan me herinneren dat waar wateroverlast en wat buien hier een heel nat gebied is. Waar wordt er aan gedaan? Ja, dat klopt, Harry. Nee, we zijn van plan aan deze kant van de woonwijk in ieder geval een heleboel ruimte te creëren voor waterberging. Zodat wanneer bij flinke buien het water daar naartoe kan stromen en niet tussen de huizen terechtkomt. Dus dan maken we een flinke ruimte om in ieder geval een fikse waterberging te maken. Het is wel een nat gebied, hè? Weet iedereen. Het is een nat gebied. Hè? Het is eigenlijk een van de laagste punten van Asten. Ja, wanneer moet die weg er liggen? Deze weg die wordt nu aangelegd dan. En dan in het voorjaar, in februari, beginnen we met het bouwrijpmaken van Loverbos 2. En dat betekent dat inderdaad de wegen en de riool en dergelijke en alles wordt aangelegd. Ja, alle huizen zijn al vergeven? Alle huizen zijn nog niet vergeven. Het zijn allemaal koophuizen, althans een gedeelte is koophuis. Bergopwaarts gaat er nog een flink aandeel van huizen in bouwen. En iedereen is vrij om inderdaad een koop te doen voor een huis. En het is hard nodig, de aanvragen liggen er. Dus we hopen op afzienbare tijd dat we in ieder geval een flink aantal kopers hebben. Stefan van Dijk van Horsse Wegenbouw, dat is niks mooier dan in je eigen dorp zo'n karwei aan te pakken. Dat is voor ons, dat is niks mooier zoals je het zegt. Al onze mensen komen hier uit de regio en kunnen mooi lekker dicht bij huis werken. Komen we bekende mensen tegen tijdens het werken, dat is gewoon leuk. En, wat je gaat doen? Wat ga je eerst doen? In ieder geval het realiseren van de aansluiting op de in aanbouw zijnde woonwijk. We beginnen hier met het rooien van het groen. Dan worden de verhardingen opgebroken zoals de asfalt. Vervolgens creëren we het grondwerk met riolering en dergelijke. En dan wordt alles weer voorzien van een nieuwe asfaltverharding. De fietspad er komt een boog in, de weg er komt een linksaf erin. Om richting de nieuwe woonwijk veilig te rijden. Hoe lang krijg je de tijd? Tot tweede week van november. Zo'n weer? Dan zou je zeggen, moet dat sneller kunnen. Maar we hebben natuurlijk alles op elkaar afgestemd in de planning. We zijn van bepaalde onderaannemers afhankelijk. Dus daar kunnen we ook niet heel veel in schuiven. Maar natuurlijk proberen we het in zo kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. Wat is met de overlast? Hoe gaat het hier in de straat? Weinig overlast, denk ik.
Hier zullen we weinig overlast hebben. Vanmorgen de omleidingen erop gezet. Dat is natuurlijk even voor de mensen allemaal even wennen. Dan zie je nog wel dat er mensen door de afzetting rijden. Maar ja, zoals je nu ziet, het is lekker rustig. Autovrij en ja, het fietsvrij ga je niet helemaal tegen. Maar overlast zal er weinig zijn. Ja.